Waarom vinden Claudia Beumer en Marian Nekkers de beste buurbokaal belangrijk? St. Joseph heeft heel veel met de beste buurbokaalverkiezing. Het is ontzettend belangrijk, zeker in deze tijd met corona, maar we doen het eigenlijk al 3 jaar samen met Beter Wonen, met mijn collega Marian Nekkers, dat mensen die vrijwilligerswerk zonder enig belang voor anderen doen, in het zonnetje gezet worden. En daarvoor is de beste buurbokaalverkiezing. Maar juist in deze tijd, u zegt het al, is het gewoon heel erg belangrijk dat je terug komt vallen op je directe woonomgeving. Familie, maar ook zeker buren, vrienden, die je gewoon kunnen helpen op het moment dat dat nodig is. En door corona hebben heel veel mensen toch verplicht veel meer thuis moeten blijven, binnen moeten zitten. En dan ben je vaak nog afhankelijk, zeker als je wat ouder bent ook, van andere mensen, bijvoorbeeld voor doen we boodschappen. Dus dan is het gewoon heel fijn als je in je directe omgeving een aantal mensen hebt die daar een rol in kunnen vervullen. Ja. Dus gewoon heel erg belangrijk. Het pakt me iedere keer weer op het moment dat ik zie welke mooie inzendingen dat er binnenkomen. Soms zijn het hele kleine dingen wat mensen voor elkaar doen, maar soms ook best nog wel hele grote dingen eigenlijk. En ja, dat blijven gewoon bijzondere momenten en daar mag gewoon aandacht voor zijn. Dus ook vind ik dit jaar weer en zeker dit jaar extra. En wat ik misschien wel belangrijk vind om te vermelden, want het is, iedereen kent wel een aantal mensen die gewoon veel voor andere mensen doen. Maar het is ook goed om eens te kijken wat zijn laat ik het maar even de stille krachten noemen. Je hebt natuurlijk altijd mensen die gewoon wat minder opvallen, maar die toch ontzettend veel doen voor andere mensen. Dus ik zou ook mensen zeker willen vragen om ook naar die stille krachten, om ze maar even zo te noemen, te kijken. En ook die mensen te nomineren voor de beste buur voor dit jaar. Het is, we zijn al geopend, dus de inschrijvingen kunnen al beginnen. 15 juni is de inschrijving gestart, waarin je mensen kunt nomineren. Het loopt tot 1 augustus aanstaande. De uitreiking van de prijs, want ja, er zit wel een mooie prijs ook aan verbonden. Dus ga vooral iemand nomineren waarvan je ook echt vindt dat dat de beste buur is. Dat is op Beste Burendag, op de Burendag in september. En wie wil er nu niet voor naberschap zijn? Dus namens Marian Nekkers, mijn collega, en mijzelf wil ik jullie echt oproepen. Ga op zoek, kijk in je buurt, kijk in je omgeving en nomineer die beste buren.